Wijts haalt regelmatig aan dat hij studies en studies over dit en studies over dat. En als er dan studies verschijnen over iets waar hij niet mee akkoord is, waar ze ook vandaan komen, hoe dat ze ook ondersteund worden, dan zegt hij eigenlijk dat leg ik naast mij neer. En dat is ouderlijke verantwoordelijkheid. Als het maar in zijn kraan past, bij wijze van spreken. Ik vind dat schuldig verzuim. Ja. Schuldig verzuim, dat zijn grote woorden. Ja. Want de verantwoordelijkheid ligt niet bij de ouders. Verantwoordelijkheid, wat betreft de lege maag, zal ik maar zeggen, dat is ook de school die moet bijspringen. De overheid zelfs. Mag je dat vreemd vinden van een liberaal die zegt de overheid moet hier tussen beiden komen? U mag dat. Ik ga nooit zeggen wat een journalist al dan niet mag. Maar het is niet juist. In die zin, ten eerste zeg ik dat de overheid daar zijn verantwoordelijkheid moet nemen? Ja. Zeg ik dat de verantwoordelijkheid niet bij de ouders ligt? Nee. Mm-hmm. Ik vind dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Maar we kunnen alleen maar besluiten, als we steekproeven doen over gans Vlaanderen, niet alleen in centrumsteden, hè, dat jammer genoeg er vele ouders zijn die hun verantwoordelijkheid niet opnemen. Mm-hmm. En een kind is niet in staat om die verantwoordelijkheid voor zichzelf op te nemen. En dan moet je als maatschappij, als samenleving, je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Als de ouders het niet kunnen, dan moet de overheid het doen. Ja. De school.